vanavond allemaal? Hefboom Effect, over investering, over vrijwilligerswerk. Vanavond is er een vergadering van de regionale adviesraad. De mensen moeten beslissen over bepaalde projecten die hier voor liggen, maatschappelijke projecten van de buurt. Maar wat ze ook doen, ze geven wat extra uitleg over de projecten die al voorbij zijn, of er iemand naartoe is geweest en wat ter laas brengen over de vorderingen van die projecten. Maar we vertellen ook over nationale projecten en over andere dingen van de coöperatie. Je mag aan de box denken, het is goed, het is goed. Het is allemaal goed. Voor ons is het eigenlijk een zoektocht tussen enerzijds kwaliteit van een project en anderzijds draagvlak. Wat zegt het buikgevoel van de mensen? Willen we dat steunen of niet? En dus in dat opzicht zullen ze een beetje discussiëren. Maar ja, maar ja, het is, ik vind dat wel knap. Ze zitten al jaren met tekort aan plaats. Er is nog veel mogelijk. Beslissen, ja of nee. Maar de nee vragen we niet, we vragen enkel ja. En als er een meerderheid is, dan wordt het meegenomen. En in een derde instantie wordt er gekeken welk bedrag dat er aan een project kan worden toegekend. Het eerste is van Uilenspiegel, dat is een handbalclub. Die hebben een afdeling die zich specifiek bezighoudt met de G-sport. Dat wil zeggen, mensen met een beperking. Ik volg dat project een beetje. Ik heb dat mee zo van een opstart. Ik vind dat dat heel knap wordt aangepakt en dat er echt gestreefd wordt naar, zoals dat hier ook staat, inclusie. Wie zegt ja? Iedereen akkoord? Specifiek het materiaal voor 6 tot 14-jarige kinderen met een beperking zal aangekocht worden door de vereniging met steun van Sera. Ik voel mij een beetje Sinterklaas. Zo. Ik mag daar iets gaan uitdelen en ik mag daar nog een positieve extra push geven aan hetgeen dat die mensen doen. En dat is wel leuk voor mensen die zich toch belangeloos inzetten, dat ze op die manier appreciatie krijgen. Hè. Ja, ik kreeg een telefoontje dat we de subsidies kregen en we waren super blij. We waren heel enthousiast van direct van, oh, dat kunnen we en dat kunnen we. En dan beginnen opzoeken van, oh, wat zouden we echt kunnen gebruiken. Dus dat was echt wel, we waren heel blij. Wij hebben zo van die constructieblokken gekregen waar we mee bouwen. Je kunt ermee evenwichtsoefeningen doen, super tof. Ook handen en voeten, om dan zo ook echt voor hun visueel te maken van, ah, hier moet ik mijn voet zetten, hier moet ik dat zetten, mijn handen moeten daar. Matjes hebben we ook gekregen voor ook oefeningen op te doen die heel licht zijn, die ze ook zelf kunnen dragen. Daar zijn we super blij mee allemaal. Ze waren heel, heel, heel enthousiast, omdat G-sporters die hebben eigenlijk wel speciaal materiaal nodig dat eigenlijk ook vaak veel geld kost. En omdat ze niet zo'n grote groep vertegenwoordigen binnen de club, is dat niet altijd makkelijk om daar budgetten voor vrij te maken. En het feit dat zij dan nu een budget krijgen dat alleen voor hun is en waar dat zij mee mogen doen wat dat zij willen om hun kinderen optimaal te kunnen laten sporten, dat is natuurlijk super.